buitenlangs. Voorzet bij de eerste paal. En daar is het doelpunt van Thijs Sierhuis. En daarmee ook de beslissing in deze wedstrijd. Dat kan toch niet meer missen. Hoefstra weer alle kanten op. Dan de voorzet richting Sierhuis en de 3-0. Tweede doelpunt van Kai Sierhuis. De tweede assist van Mees de Wit. De invallers brengen Ajax in veilige haven. Weer de goede actie van Mees de Wit. Weer een paasje op maat. Weer ook de goede afronding van Kai Sierhuis. Bij Nunnely. Man op zoeken. Nunnely buitenom. Voorzet is laag en mooi binnengelopen door Kai Sierhuis. En dan heeft hij één minuut na de wissel meteen zijn doelpunt te pakken. Nouri vangt op, slechte paas. Dekker, dan is Sierhuis voor de goal en Sierhuis kopt hem binnen. De specialiteit van het huis van Kai Sierhuis. En een vlijmscherpe tegenaanval levert Ajax de 2-0 op. Nouri die daar die slechte bal in ontvangst neemt. Dekker op tijd wegstuurt en goed voor de man gekomen door Kai Sierhuis.
Kluivert natuurlijk. Kluivert, goede voorzet. Sierhuis, daar is de 3-3. Diep in blessuretijd. Een strak aangemeten voorzet van Kluivert. En Kai Sierhuis kopt hem binnen. De goal waar Ajax op wachtte. Maar is dit genoeg? Dat is de vraag.